Zie je! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hey, hallo! Fijn dat je er weer bent! Hey, nog de beste wensen voor dit jaar? En om het jaar goed te beginnen, dacht ik, we beginnen met een spelletje. Oké? Ja. Het is een raadspelletje. Een raadspelletje over het raden van namen uit de Bijbel. En ik zal nou makkelijk beginnen met het spelletje, maar het wordt steeds moeilijker. Ik ben benieuwd welke namen jij kunt raden. De eerste. Ik denk dat deze niet zo heel moeilijk is. Dit was een man. En die man, die bouwde een boot. En toen kwam er een heleboel water. En deze man werd gered met zijn gezin in die boot. En God had gezegd dat hij die boot moest bouwen. Ja. Ja, ik hoor het al. Ja, inderdaad. Noach. Ja, dat was inderdaad Noach. Maar ik heb nu nog eentje. Iets moeilijker. Dit was een man en die moest op reis. Hij moest heel ver op reis van de Heere God. En hij moest alles achterlaten, alles meenemen. En hij was al heel, heel, heel oud voordat hij een zoon kreeg. Wie? Ja! Inderdaad, Abraham. Goed hoor. Oké, nog iemand. Ja, dit was een vrouw. En deze vrouw die ging ook op reis. Maar die ging niet alleen op reis. Ze ging op reis samen met haar schoonmoeder. Ze was getrouwd geweest, maar haar man was doodgegaan. En de man van haar schoonmoeder ook. En zij gingen weer terug naar Israël. En zij ging haar schoonmoeder ging zij helpen. En dat deed ze door aren te rapen, zodat ze brood konden maken. En ja, ik hoor sommigen al roepen, ja, heel goed. Ja, en deze vrouw, die trouwde later met Boas. Weet je wie het is? Ja, inderdaad. Rut. Heel goed, heel goed. Oké, nog eentje. Dit is een meisje. En dit meisje, dat... Dat werd uitgekozen door een koning. Samen met een heleboel andere meisjes. Ze moesten komen naar het paleis. En ze moesten zich mooi kleden. En uiteindelijk zou de koning uit al die meisjes een nieuwe koningin kiezen. En dit meisje werd gekozen. Ja, inderdaad. Esther. Wat zijn jullie er goed in, zeg. Ja, en weet je, als je het niet helemaal wist... Is het ook niet erg hoor. Maar ik ga het nu wat moeilijker maken. Dit is een profeet. En een profeet was iemand die heel altijd boodschappen van God vertelde. En deze profeet, dit is echt een heel moeilijk hoor, noemen we een kleine profeet. En niet omdat hij klein is. Nee, ja, misschien wel, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Maar omdat er in de Bijbel maar heel weinig verhalen over deze profeet zijn. De kleine profeten. En deze profeet begint met de letter M. En eindigt met de letter A. Ja, ik hoor sommigen van jullie het al zeggen. Wat knap zeg. Goed hoor. Want het is een hele moeilijke deze. Ik zal het jullie maar vertellen. Het is de profeet Micha. Ja. Had je daar ooit wel eens van gehoord? Van Micha? Ja, jij wel? Nee, jij niet. Nee. Het is ook niet een profeet waar heel veel verhalen over zijn. Maar in deze xieën zijn er wel verhalen over.
En in deze xieën gaat het dus over die profeet Micha. En die gaat de mensen iets vertellen. En daar hoor je straks meer over. Wij hebben ook allemaal namen gekregen. En deze namen krijgen we op onze geboortedag. En nou is het heel erg leuk. De gast van vandaag, die is jarig. Ja, echt waar. Ja, en ik heb ook al een cadeautje gestuurd naar haar. Want ja, als je jarig bent, dan wil je natuurlijk cadeautjes. Of een kaartje. Dat is natuurlijk heel erg leuk om te krijgen. Dus wij gaan eens eventjes gauw kijken naar... hoe heet ze ook alweer? Nou ja, kom ik zo alweer op hoe ze heet. Wij gaan kijken naar een verjaardagsfeestje. Yeah! B hier. B. Moeio, je weet wel. Ja, het is mijn verjaardag. En ik ben ontzettend verwend. Allemaal pakketjes met de post voor mijn deur. Elke keer weer de bel, weer een pakketje. Ja, ik ben echt heel erg verwend. Ja, heel erg verwend. En er zitten vast ook hele mooie dingen in. Maar ik voel me niet blij. Ik een onhandige verjaardag heb. Ik bedoel, bij kerst en oud en nieuw, vet met feestdagen, heel veel, iedereen is druk. Dat is niet zo'n handig moment om jarig te zijn. Ja, dat weet ik. Daar kan ik toch niks aan doen? Ik ben gewoon op die dag geboren, ja. En tuurlijk is het heel lief van iedereen om een pakketje te sturen. Om aan me te denken. Zeker nu het zo druk is met de post en pakketjes niet aankomen of te laat aankomen. Deze zijn allemaal op tijd. Dus daar hebben mensen op tijd aan mij gedacht. Hartstikke lief. En toch. Ja. Ik voel me gewoon niet blij. Ik voel me zelfs een beetje verdrietig. Weet je, het is... Ik denk... En dat vind ik gek, want ik hou ontzettend van cadeautjes. Echt... Het is echt mijn lievelings cadeautjes krijgen. Cadeautjes geven. Maar eerlijk gezegd denk ik dat ik liever dan dit mooie pakketje of dan dit speciale cadeautje of dan wat hierin zit eigenlijk liever had dat iemand even belde. Of voor mijn deur een liedje zingen. Of een taartje eten op 1,5 meter. Ja. Dat ik toch liever had. Misschien volgend jaar. Oh. Ach, hè.
sneu nou voor... Ach. Ja, dat is nou weer niet leuk voor B. Voor B mooi al. Ja. Ja, weet je, soms hè... Soms denk je echt dat je iets heel goeds doet voor iemand. Zo, ik had dat cadeautje gestuurd. Ik dacht echt dat ze daar ontzettend blij mee zou zijn. Ja, ze is ook, was er natuurlijk ook wel blij mee, maar... Ze had liever even gehad dat ik zou bellen of zo, of even langs zou komen. Weet je, dat ga ik straks, na deze aflevering, na deze Xie-aflevering, ga ik dat even doen. Ga ik even langs. Vindt ze wel eens leuk. Ja. Eigenlijk doet het me denken aan het Bijbelverhaal, wat zometeen verteld wordt. Wat Micha vertelde aan de mensen, dat was eigenlijk ook zoiets. Want de mensen dachten... dat ze het heel goed deden naar God toe. Maar Micha vertelde iets anders. Nee, voordat ik het allemaal verklap, zullen we maar gauw gaan luisteren naar Wilma, die het verhaal vertelt. Vandaag vertel ik jullie een verhaal over Micha. Micha is een profeet van God. Hij vertelt de mensen wat God tegen hem zegt. En vandaag is Micha in de tempel. En in de tempel brengen de mensen cadeaus en offers voor God. Zo willen ze laten zien dat ze dankbaar zijn voor wat ze hebben gekregen. Micha kijkt eens in de rond. Oh, daar komt een mevrouw aan. Oh, die heeft hele dure kleren aan. En ze heeft een hele grote kruik bij zich. Jongen, zij zal wel heel dankbaar zijn. En er komt nog een meneer aan. Hij heeft een ram bij zich, een mannetje schaap. Die gaat hij aan de Heere God offeren. En er komt ook een meneer aan met een hele dikke koe achter zich aan een touw. Jongen, jongen, dat zijn mooie cadeaus. Daar zal de Heere God wel heel dankbaar en blij en tevreden over zijn. Dan hoort Micha een stem. En het is de Heere God. De Heere God is helemaal niet blij. Hij zegt dat hij er verdrietig van wordt. En dat Micha dat tegen de mensen moet zeggen. Dat doet Micha. Micha gaat staan en zegt, mensen, dit is niet zoals God het bedoeld heeft. God wordt verdrietig. Van jullie cadeaus wil hij niks weten. De meneer met de koe kijkt eens en hij denkt, wat zegt die profeet nou? Ik loop door, ben je nou gek? Dat wil ik niet horen. En die mevrouw zet heel demonstratief de kruik neer en doet haar handen in de zij. Hoezo wil God deze cadeaus niet? Wat moeten we nog meer meenemen? Moet ik er wel 1000 kruiken meenemen? Is God dan nooit tevreden? En de man met de ram doet er nog een schepje bovenop. Tja, ik heb mijn hele kudde. Die kan ik wel meenemen. Daar hou ik toch niks meer over. Wat wil God nou? Wat praat je nou, Micha? Hou eens op met dat gezeur. Maar Micha houdt helemaal niet op. Hij wordt er nog bozer om. De Heere God heeft tegen mij gezegd dat jullie niet eerlijk leven. Jullie zijn rijk geworden door de huizen in te pikken van andere mensen die al heel weinig hebben. Of hun weiland. En jullie vragen veel te veel geld aan de mensen om jullie heen, die jullie geld hebben geleend. Dat is niet eerlijk. Zo wil God niet dat jullie leven. En daarom wil hij ook jullie cadeaus niet. Micha wordt er boos van. En de meneer met de ram, die haalt zijn schouders op en hij loopt door. Dat denkt die Micha wel. Ik ga dit aan Heere God geven. En de vrouw met de kruik, die blijft nog even wachten. En kijk wat de anderen doen. Maar de meneer met de koe, die eerst doorgelopen was, staat stil. En hij denkt eens goed na. Wat Micha zegt, dat klopt wel. Zijn buurvrouw had hem geld gevraagd, omdat ze geen eten meer kon kopen. Toen had hij geld gegeven, maar nu vraagt hij 2 keer zoveel terug. Dat is niet eerlijk. En omdat ze dat niet kon betalen,
heeft hij ook een stuk van haar weiland ingepikt voor al zijn grote koeien. Dat is niet zo netjes. En nu Micha het zegt, ja, dat kan ook eigenlijk niet. En dan komt hij met zo'n grote koe bij de Heere God. Hij draait zich om en hij zegt, Micha, je hebt gelijk. Wat ik doe is niet goed. Ik ga meteen terug naar huis en ik ga naar mijn buurvrouw. En weet je wat ik doe? Het geld, dat mag ze houden. En haar weiland krijgt ze terug en ik geef haar de koe erbij. Dan kan ze ook melk voor haar kinderen hebben en misschien zelfs wel melk om te verkopen. Dan kan ze weer geld verdienen. Ja, ja, dat ga ik doen. Kijk, zegt Micha. Daar wordt de Heere God blij van. Je moet eerlijk zijn. En doen wat je belooft. En goed zijn voor de mensen om je heen. Daar wordt God heel blij van. Best lastig om te weten wanneer je nou iets goed doet of niet. Soms weet je het gewoon niet zo heel goed. Vroeger had ik een armbandje en daar stonden 4 letters op. W, W, J, D. En er was een afkorting van What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Dat heeft mij wel vaak geholpen en nu helpt het me nog, ook al heb ik het armbandje niet meer. Dan, soms als ik iets, bijvoorbeeld, dan kijk ik iets op de televisie. En dan denk ik aan, stel nou, wat moet Jezus doen? Wat zou Jezus doen als hij hier naast me zou zitten op de bank? En hij zou ook naar dit televisieprogramma kijken, naar deze film. Wat zou hij ervan vinden? Zou hij meelachen? Zou hij meegenieten? Nou, dan kan ik de film best kijken. Of zou hij denken, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo fijn om naar te kijken. Dan weet ik eigenlijk dat ik het ook niet zou moeten doen. Ja, dat heeft me vaak geholpen. Misschien helpt het jou ook wel. Maar ik weet één ding waar God zeker blij van wordt. En dat is als ik met hem praat. En dat kan overal, dat kan op de fiets, dat kan in de auto, maar dat kan ook thuis. En dat gaan we nu ook doen. We gaan even praten met God. Want God die vindt het heerlijk als jij met hem praat. We willen samen gaan bidden. Ik ga even jullie hardop bidden en vraag of jullie mee willen doen. Goede God, in de wereld, ver weg en dichtbij, gebeuren er oneerlijke dingen. En mensen liegen en bedriegen elkaar om er zelf beter van te worden. Wij denken ook vaak aan onszelf in plaats van aan de ander. Heere God, wilt u ons leren hoe we dicht bij u kunnen leven, zodat we goed mogen zijn voor de mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen. De uitdaging! De uitdaging van deze xie is als volgt. Aan het begin van deze xie deden we zo'n raadspelletje met Bijbelse figuren. Weet je nog? Nou, de uitdaging is om zelf een raadsel te maken. En dan met een personage van de Bijbel in je hoofd. En het raadsel te vertellen aan iemand uit je gezin. En dan kijken of diegene het kan raden. Ik ben benieuwd of dat lukt. Maar, nou kan het natuurlijk zijn dat je denkt, ja, ik ben niet zo heel goed in allemaal woorden verzinnen. Vind ik heel lastig. Maar ik kan wel heel goed bouwen. Dan mag jij een Bijbelverhaal nabouwen. Met Lego of met Duplo. Maar niet vertellen aan de mensen in je gezin wat voor een verhaal dat is. En als je dat dan hebt gebouwd, vraag je
Welk Bijbelverhaal is dit? En dan ben ik benieuwd of ze het kunnen raden. Nou, heel veel plezier met je uitdaging. En tot een volgende keer maar weer. Ik zie je!